Hey, hallo iedereen en superleuk dat je er weer bij bent bij een nieuwe review van Randy's Bierblog. En best wel weer een bijzondere aflevering, al zeg ik het zelf. Want het gaat over een bijzondere kriek van brouwerij Liefmans in samenwerking met Colruyt. Colruyt is een supermarkt in België, een soort groothandel ook. Tenminste, ja, je koopt daar vaak bier in de grotere hoeveelheden. Maar ik zag deze dus daar ook opeens staan. En ik dacht van ja, daar ben ik best wel benieuwd naar. Het is Kriek Brut Extra, Limited Edition. Dus ja, Blend of Aged Cherry Beers en Cherry Beer Aged on Wine Barrels. Bij Master Blender Mark Gozens. Ja, meestal lees ik de etiketten niet zo voor, omdat dit best wel over een speciaal bier gaat. Deze fles kostte mij 10 euro trouwens. Voor een 75 centiliter fles is dat wel goed te doen. Hij komt met 9% alcohol, dient er rond 6 graden gedronken te worden. Best wel koud eigenlijk. Maar dit is best wel bijzonder. Want ja, om eventjes te quoten. De oudste kriek dateert van 2014. Rijpt op houten Peanut War. Als ik het goed zeg. Ik ben geen wijnkenner. Wijnvaten en werd gemengd met kriekbieren van 2016 tot 2019. Er werd ook bier dat gedurende 3 jaar heeft gerijpt op bourbonvaten toegevoegd. Het resultaat is een uniek bier, waarin frissure bieren van krieken perfect harmoneren met de warme toetsen van hout en vanille. Oké, klinkt leuk, maar ja, het klinkt altijd leuk op zo'n... Op de fles natuurlijk, anders verkoop het niet. Without further ado, we gaan hem eens eventjes, in dit geval, uitpakken. Het is een beetje een cadeautje. Ik ben ook net jarig geweest, dus op zich is het wel toepasselijk om deze dan te reviewen. Het is eigenlijk zonde om dit helemaal... Ik probeer hem een beetje intact te houden, want dit is wel zonde als ik het helemaal kapot ga maken. Maar ik moest er even bij om te openen. Waar de... Fuck, heb ik een opener. Oh, hier heb ik een opener. Yes. Oké, we gaan hem openen. Als dat lukt met deze bier openen. Het gaat echt goed deze review vandaag. Super. Ja, geweldig. Super leuke review. Oké. Het lijkt erop dat deze opener net iets te dun is voor de dop of zo. Dat gaat lekker. Nice. Nou, gaan we maar gelijk inschenken, want we hebben al zoveel tijd verloren. Zonde, jongens. Nou, hij ziet er mooi rood uit. Ja, dat viel te verwachten natuurlijk. Het zou een beetje gek zijn als het bier opeens blond was of zo. Dan zal er toch iets niet goed zijn gegaan tijdens het rijpingsproces. Oh, hij ruikt ook wel gelijk lekker zuurig trouwens. Nou... Ja, ziet er leuk uit in het glas, toch? Het glas komt trouwens ook van Colruyt. Kijk hoor, 2 vingertjes schuim op dit moment, maar het verdwijnt snel. Ja, koolzuur valt wel mee zo te zien. En de aroma's zijn... Ja, gewoon echt bomvol zure kriek. Ja, dat viel te verwachten natuurlijk. Oké. Cheerio. Oeh. Ja. It hits you right away. Dat kan ik vertellen. Gelijk die lekkere zure. Ja, die lekkere zure smaak. Maar natuurlijk, dat verwacht je. Lekker super. Ja, lekker fruitig. Lekker zure. Ja, dat vanille waar ze over praten, dat proef ik nog niet echt. Ja, misschien een beetje, maar dat is wel echt wel die lekkere zure, die zure krieken die de boventoon voeren. Ja, je hebt ook echt niet door dat dit 9% is, joh, omdat die zo lekker fris is. Ja, hij is echt lekker fris. Ja, wat moet ik er nou over vertellen? Ik moet zeggen, het hout proef ik niet echt heel erg terug in de aroma, of in de smaak bedoel ik.
vanille. Misschien ja, vanille wel een beetje naar afdronk. Maar ik denk omdat die zo fris-zuurig is, dat het een beetje overmeestert. Dus als ik dit nou puur zou drinken, dan zou ik niet gelijk merken van, goh, dit is gerijpt. Dat niet. Maar ik kan er wel ontzettend van genieten. Ja. Iedere slok die ik neem is gewoon super lekker. Ook in de zomer is het lekker. Ik bedoel, ja, het is nu, hoeveel graden zal het wezen vandaag? Iets van 24 graden op dit moment. Ja, dat is gewoon super lekker. Alleen wel gevaarlijk. Omdat je hem door de frisheid wel echt veel te makkelijk wegdrinkt voor het alcoholpercentage, moet ik zeggen. Dat wel. Dat wel. Want ik wil nu ook steeds een nieuwe slok nemen. Daarom gaan we door naar het eindcijfer. Ik geef deze Brut Extra van Liefmans een 9 op een schaal van 10, jongens. Een 9 op een schaal van 10 verdient dit echt, want dit is echt genieten. Dit is echt lekker. Ja. Als je een kriekliefhebber bent, dan kan je hier gewoon niet mis mee gaan. Je kan hier echt niet mis mee gaan. Het is echt lekker, lekker verfrist. Ik word echt blij van. De verpakking is leuk, maar oké, daar heeft het eindcijfer niet op gebaseerd. Helaas moest ik dit. Het is wel zonde. Ja, maar goed. Als je het weer een beetje zo doet, dan denk je, dan pak je hem gewoon weer opnieuw in. Hè? Gewoon het cadeautje weer opnieuw inpakken. Why not? Laat me zeker even weten, als je deze hebt gehaald, wat je van deze kriek vindt. Wat je van kriekbier in het algemeen vindt, mag ook. Dank je omhoog, very appreciated. Ik probeer 2 keer per week te uploaden, maar dat weten jullie inmiddels al, denk ik. En als je nog geen abonnee bent, join the fucking club en kom erbij, gezellig. Ja, vind ik wel. Ik vind het gezellig. Jullie hopelijk ook. Tot de volgende keer. Proost op de gezondheid.